Richelieu Sprang heeft vandaag je eerste minuten gemaakt voor Helmond. Dat moet wel lekker voelen, denk ik. Ja, ik ben er heel blij mee. Eindelijk mijn eerste minuten. Ik heb met de trainer erover gehad. Goede trainingsweek gehad. En ja, uiteindelijk beloond met invalbeurt. Jullie zitten hier met vier jongens van NAC. Is dat prettig dat je wat bekende gezichten meeneemt naar zo'n club? Ja, dat is altijd wel bekend. Zeker weet je, als je hier alleen moet beginnen, ja, dat is ook niet het einde van de wereld. Maar dan is het toch fijn dat je bekende mee kan nemen. Je hebt natuurlijk ook al wat ervaring bij NAC, daar heb je ook al minuten gemaakt. Is het dan, even terugschakelen, is dat lastig om bij zo'n club te gaan spelen? Nee, niet lastig. Het is alleen natuurlijk wennen aan nieuwe spelers. Dus je weet niet hoe ze spelen, hoe het team speelt. Dat is allemaal nieuw natuurlijk. Ik denk zoals je vandaag al kon zien dat het team al vrij snel samen goed speelt. Ja, ongeslagen nog. Vandaag krijg je Twente op bezoek. Dat is geen makkelijke tegenstander. Maar het was echt een attractieve en leuke wedstrijd om te zien. Ja, ik heb vanuit de bank heb ik ook hetzelfde gezien als de rest. Een hardwerkende Helmond Sport. En voor elke meter willen strijden met elkaar. En dat hebben we tot aan de laatste seconde gedaan. Wat is een beetje jullie doelstelling voor dit seizoen als ploeg? Wij willen zeker niet steeds als de underdog gezien worden. Maar ja, het team is natuurlijk heel erg veranderd na vorig jaar. We beginnen met z'n allen nu verdedigend. En ja, vanuit daar willen we steeds uit de startblokken vliegen met balbezit natuurlijk. Dat moet ook beter, maar zoals je zag vorige week was het heel erg moeizaam. En deze wedstrijd ging het een stuk beter. Ja, want zeker de eerste helft deden jullie eigenlijk niks onder voor Twente. Hadden jullie eigenlijk betere kansen om op voorsprong te komen? Ja. Het is dan alleen jammer dat je de kansen niet kan benutten. Dat is het enige wat we eigenlijk misten aan onze eerste helft. Maar verder deden we eigenlijk wat we wilden doen qua afspraken. Dan even voor jou persoonlijk. Jij bent hier natuurlijk ook naartoe gekomen met een doel. Wat is dat doel voor jou? Als allereerst mezelf verbeteren als speler natuurlijk. Heel veel stappen maken in het team. Het team helpen met doelpunten, assisten, werken zoals we dat vandaag met z'n allen hebben gedaan. En vanuit daar laten zien dat ik terug hoor in Breda. Wat is er voor jou, wat is eigenlijk voor jou de grootste verandering van een seizoen in Breda bij een seizoen van Helmond Sport? Dat is een goede vraag. Ik kan me voorstellen dat je hier een hele andere rol krijgt bijvoorbeeld. Er wordt natuurlijk meer van je verwacht. Je bent nu vanuit NAC met vier spelers gekomen. En er wordt meer van je verwacht dan dat je vorig jaar vanuit de A1 naar het eerste ging. Dus dan moet je het ook waarmaken en laten zien. Vind je dat lekker, die druk? Als ik heel eerlijk ben, ik ben niet zo heel gek op druk. Maar ja, je moet ermee leren omgaan. Dan zit een goede leerschool. Helemaal mee eens, ja. Dan nog even een klein dingetje, want Helmond heeft vandaag ook wel bewezen Noad ploeg te zijn. Want aan het eind van de wedstrijd was nog even vechten. Maar je hoorde dat jullie materiaalman rood heeft gehad. Ja, blijkbaar. Ik moet zeggen, ik stond op een afstand te kijken. Beoordeel me niet daarop, maar ik kwam er net in en had een aantal sprintjes getrokken. Dus ik dacht, ik wacht even totdat iedereen uitgeblust is. Maar in de kleedkamer hadden we het erover en dat was inderdaad onze materiaalman. Dus, zie je dat Ben van Biel zal doen bij NAC? Als ik heel eerlijk ben, nee. Er moet wel iets heel geks gebeuren. Dan moet er inderdaad iets heel geks gebeuren. Hey, heel veel succes dit seizoen. We komen zeker nog vaker langs, maar maak er wat moois van. Dank je wel.